Hallo allemaal, ik ben Sandra en vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik dit leuke knuffelkaartje gemaakt heb. Ik noem hem het knuffelkaartje omdat ik er een stempeltje op gedaan heb waarop staat een kaart vol knuffels speciaal voor jou. Dus ik dacht, ik noem hem de knuffelkaart. Het is een heel simpel leuk kaartje, dus je zal zien dat het echt heel eenvoudig is. Ik heb er nog een envelopje bij en die envelop die sluit door middel van een etiket. De leukste post komt door de brievenbus. De beschermfolie zit er nog op, want ik heb namelijk een stapeltje gemaakt voor iemand die ze graag wil versturen aan vriendinnen en collega's. Dus vandaar dat hij er nog onder zit. Zodra die dan geschreven is, kun je hem eraf halen en dan kun je hem daarmee sluiten. Dit is dus het kaartje wat we gaan maken. En wat heb je daarvoor nodig? Dat heb ik allemaal al een beetje klaargelegd hier. Daar komt het. Wat waterpapier, aquarelpapier. En ik heb hem van 10,5 bij 10,5 genomen. Dat vond ik een mooie maat. Dan een onderkaartje van 11 bij 11. Dat je een half centimeter aan iedere kant hebt waar je het randje ziet. Ik heb mijn aquarelpapier. Dat is deze, WaterArt van Kippers Hobby. Die is niet zo heel dik en dat vind ik persoonlijk heel erg prettig werken. Dit is de A6, die zijn al 10,5 in de breedte, dus je hoeft er alleen maar een klein strookje af te snijden en dan heb je een mooi maatje. Dus ik heb deze. Vind ik de fijnste om te gebruiken om met water aquarel te werken, zeg maar. Nou, je aquarelpapiertje, je onderlegkaartje, een envelop, die heb ik al gemaakt. Die heb ik gemaakt met mijn enveloppen punchboard. Dan de sticker. Ik heb een gestanst hartje genomen en ik heb het hartje gestanst uit ribbelkarton. Het is dan toch weer net even een ander effect. Het kan ieder standje zijn wat je hebt. Hè. Ik heb ze met kerst wel eens gemaakt met een sterretje. Ik heb nu een hartje, vond ik het leukste bijpassen. Maar stel je hebt een beertje of iets anders, een theekopje, weet ik het. Dan daar kan je het ook mee doen natuurlijk. Een leuk standje dus. Dan heb ik hier wat pailletjes en zoals je ziet ga ik de kleur blauw gebruiken. Pailletjes en wat strassteentjes om er een beetje bling bling aan te geven aan de kaart wat af te werken. Dat heb je nodig. Het dunne touw. Normaal werk ik altijd met het dikke touw, maar hier heb ik het dunne touw bij. Ik kan hem wel even linken in een van de opmerkingen dadelijk. Dat zal ik even doen. Dan de stempel. Dit is de knuffelstempel en ik geloof dat die weer op voorraad is bij Femke. Bij Kimia bedoel ik dan dus. Het is echt heel leuk stempeltjes bij. En ik heb nu gebruikt. Even kijken, waar zit die? Oh, hier. Een kaartje voor knuffel speciaal voor jou. En die ga ik vandaag ook gebruiken. Even kijken. Hier is het artikelnummer. Dan weten jullie welke het is. Die gaan we dus gebruiken. Dan heb je wat inkt nodig. In dit geval heb ik een Memento inkt. Donkerbruin. Ik heb hier de verf. Ik heb gewoon een simpele waterverfdoos van de Action. Maar het kan met iedere waterverf die je hebt. Het zou ook nog met Distress kunnen. Dat geeft volgens mij niet zo'n mooie aquarel look. Maar wat je in huis hebt. Misschien heb je wel markers in huis. Watermarkers. Dat kan ook. Of je hebt een verfdoos van een ander merk. Je kan alles ervoor gebruiken als je maar een leuk achtergrondje ermee kan creëren. In mijn geval dus een simpele doos van de Action. En hier zit ook nog een soort van parelmoer in. Geen idee of ze hem nog hebben, want ik heb deze echt al heel lang in huis. Dus ik weet echt niet of ze hem al nog hebben, maar die gebruik ik dus. Dan wat water in een flesje. Tape. En een penseel. En ik heb even een craft sheet hier naast me liggen. Dan ga ik heel even weer wat ruimte maken. Zodat ik mijn craft sheet neer kan leggen. Dat is deze, dus het wordt een beetje bruinig beeld. Die kan lekker veel hitte verdragen. En daar kan ik lekker op feunen als ik mijn papiertjes droog wil hebben. Ik heb ook nog mijn stempelhulp weer klaar liggen. Die gebruik ik om mijn stempel erop te zetten. En dat is gewoon makkelijk, omdat ik dan een scherpe afdruk krijg. Ik kan niet meer zonder. Oké, nou gaan we beginnen denk ik maar. Dan beginnen we gewoon met het water.
papierkaartje. Dus het is gewoon je aquarelpapier. En dan kies je een kleurtje uit wat je wil gebruiken. En ik had bedacht, moet die wel even open, zo dus, om vandaag deze even hier neerleggen. De blauwe te gebruiken en dan ga ik die blauw gebruiken. Die. Wat doe ik dan? Ik pak mijn flesje met water en ik maak dat dingetje nat. Dan ga ik daar met mijn kwastje gewoon doorheen. Dat werkt zo bij deze waterverf. Dus het is maar net hoe jij een achtergrondje wil maken. Maak hem nog wat natter. Zo. En dan begin ik gewoon rechtsonder op mijn kaart met wat stroken neer te zetten op mijn aquarelpapier. Gewoon een beetje random zo. Dan pak ik weer mijn flesje. Maak ik het een beetje nat en dan ga ik er een beetje mee heen en weer, zodat ik een beetje een aquarel effect krijg. Zo. Dan pak ik mijn heat tool. Die heb ik ook naast me neergelegd. Vergeet ik te zeggen, heat tool. Ik vind het makkelijker om tussendoor mijn lagen te drogen. Dus dat doe ik nu even. Hij maakt natuurlijk wat geluid. Hij ziet er ook zeer schoon uit, zie ik nu. Misschien moet ik er eens wat aan doen. Hij is zo droog hoor, deze verf. Dus dat scheelt. En ik doe altijd even de achterkant open, zodat mijn papier weer mooi recht trekt. En dan zie je al dat er een hele mooie aquarellaag verschijnt. Die is droog. En er zit ook een parelmoer. Ik weet niet of je dat een beetje kan zien. Ik zal proberen of die even in de zon een beetje wil schitteren. Volgens mij wel. Nou, dan ga ik hem nog een laagje erop zetten. Deze verf droogt redelijk vlot. En dan gaan we er gewoon overheen. Totdat je denkt, nou, dit vind ik een mooi effect hebben. Met je waterflesje eroverheen. Dan denk ik dat ik dit wel leuk vind. Ja, dan ga ik nog een beetje spetters maken. Dat doe ik door wat van die verf op te pakken. En hier zitten ook van die lege dopjes, zeg maar. Daar doe ik er wat in. En daar doe ik dan flink wat water bij, zodat die erg verdund wordt. En dan pak ik dat zo op. En dan tik ik gewoon op mijn penseel. En dan krijg ik spetters. Zo. Dat vind ik wel leuk. Dan ga ik hem even drogen. Dan heb ik even een doekje. En met het doekje ga ik er dan even zo op. En dan krijg je echt dat hele mooie aquarel effect. Nou, kijk eens. Dat is mooi, hè? Een beetje een glittertje zit erin. Ik vind hem super leuk. Dan zijn we klaar met de verf. Even schoonmaken, anders loopt het door mijn andere verf heen. Het is dan wel een goedkope doos, maar ik wil er wel zo lang mogelijk mee doen natuurlijk. Nogmaals, het kan ook gewoon met je markers, watermarkers, wat je hebt. Semillier, Gansi, Tambay, hoe heet het? Sambalbay. Zo, dit is hem geworden. Dan kan die ook weer aan de kant. Dan ga ik eventjes de tekst stempelen. Ik ga het
dezelfde tekst doen. Kaartje vol knuffels speciaal voor jou. Die gaan we hier in dit hoekje stempelen. Maar dat gaan we natuurlijk weer doen met ons stempelhulpje. Waar ik echt ontzettend blij mee ben. Ik leg mijn kaartje vast. Ik leg mijn stempel daar neer waar ik hem wil hebben. Daar dus. Ik plak hem vast. Pak mijn stempelinkt. En dan moet ik hem stempelen. Zo. En dan doe ik hem dus nog een keer, want ik vind hem nog te licht. Dat is het voordeel aan die stempelhulp. Hij stempelt hem nu op dezelfde plek. Hij is niet verschoven. Je hebt een hele mooie, scherpe, donkerbruine afdruk. Ik hou ervan. Nou, ik kan deze weer aan de kant. De inkt ook. En dan doe ik even de zijkanten van mijn kaartje inkten. Dat doe ik voordat ik dadelijk dat touw eromheen draai. En natuurlijk inkt ik de zijkanten van mijn kaartje. Dat is wel echt mijn ding. Alles te inkten. Zo. Ook aan de kant. Dan pak ik mijn hartje. En nogmaals, dat kan van alles zijn. In mijn geval is dat het hartje. En dat plak ik hier op het kaartje. Natuurlijk moet ik het hartje ook even inkten. Ik heb hem uit ribbelkarton gedaan. Gewoon, ik vind het gewoon leuk. Heeft net even een ander effect. Zo, dan pak ik mijn lijm. En dan. Dan plak ik mijn hartje hierop. Nou, dan heb je al echt van een leuk kaartje. Alleen wil ik er natuurlijk nog een touwtje omheen draaien. Pak ik even een stukje tape. Mijn touw. En dan begin ik aan die kant. Dan begin ik gewoon aan de achterkant. En ik leg mijn touw erop. En dan zet ik vast met mijn tape. En dan ga ik gewoon om mijn... Even wat langer draaien. Ga ik gewoon om mijn kaart heen draaien. Dus, en dat doe ik drie keer. Dus dat doe ik 1... 2 en 3. En dan zit hij eromheen. En dan pak je nog een stukje tape. Nou, dat had ik beter van tevoren kunnen doen. Ach ja, het moet maar een beetje slim en handig zijn. Hè? En dan plak ik hem vast. En dan knip ik het touw af. Zo. En dan ziet het er nog steeds een klein beetje raar uit. Maar we gaan er nog, natuurlijk nog een strikje in maken, zoals ik hier ook gedaan heb. Pak je weer een stukje touw. Iets langer pakken, want dan... De kinderen zitten buiten, ik weet niet wat te doen, maar... Ik heb hem dubbel gedaan. En want ik wil een dubbel strikje, omdat het heel dun touw is. En dan ga ik hem hier ergens een strik in leggen. Het gaat gewoon onder die drie touwtjes door. En ik strik alsof ik een veter strik. En dan zie je dat die, waar die samenkomt, dat dat gewoon... Hupsakee. En dan heb ik hier mijn strikje. Ik hoop dat jullie hem kunnen volgen. Hij is niet zo lastig. Dan knip ik even hier... eentjes af en aan die kant ook. Zo. En dan doe ik heel even met mijn lijmpistool, want dat staat hier naast me aan. Doe ik even onder het strikje hier, dus hieronder, even laten zien. Een drupje lijm, zodat hij netjes blijft zitten. Ik moet heel even, want mijn kabeltje is niet zo heel lang. En mijn andere was leeg.
Ja, daar komt hij. Een dropje lijm eronder geplakt en dan kan ik hem zo vastplakken. En dan maakt het net even wat meer af, vind ik. Nou, dan ga ik er nog tape achterop plakken. Rondom. Doordat je er met water op gewerkt hebt, is die natuurlijk wat stijver geworden. Nou, niet stijver, dan is het papier gaat een beetje bollen natuurlijk. Dus dat is niet meer helemaal mooi recht. Maar goed. Ik doe gewoon even flink goed tape rondom en eentje in het midden. En dan haal ik hem eraf. Zo. En zo. Pak ik mijn oplegkaartje. Deze is 11 bij 11. En dan leg ik hem mooi. Plak ik hem daarop. Even goed kijken dat ik aan allemaal de kanten evenveel overhoud. En dat gaat gewoon een beetje op gevoel hoor. Even aan de achterkant goed aanduwen. En dan heb je een hartstikke leuke enkele kaart. Rotzooitjes aan de kant. Heel leuk. Alleen, ik vind hem dan nog steeds te simpel. Ik wil hem nog een beetje opblingen. En dat doe ik met de pailletjes en de plakpareltjes. Nou, de plakpareltjes kun je gewoon op een paar verschillende plekjes opplakken. En dat doe je ook met de pailletjes. Die plak ik gewoon met lijm. Niet te veel. En ik heb bedacht daar gewoon niet nadenken. Lijm op je papiertje gooien en het pailletje erop plakken. En dat maakt het dan toch weer even af. Geeft hem iets meer bling bling aan. Zo ook hier. Het lijkt wel of het hier geen gaatje in zit. Dat maakt ook niet uit. Extra dropje lijm eronder. Zo. En dan vind ik hem helemaal af. Hij is leuk, hè? Dan heb je toch weer een heel leuk kaartje voor iemand om lekker in de bus te gooien. Hij gaat in deze envelop. En ik zal het even laten zien wat ik dan doe. En namelijk als ik hem niet zelf ga versturen, maar voor iemand anders maakt die hem wil versturen. Dan doe ik hem even, deze doe ik even door de midden. Vouw ik even zo door de midden. Dan plak ik het deel hierop. En dan vouw ik de rest weer erachter. En dan, zodra je hem dan gaat versturen, kun je hem drie eraf halen. En dan kun je hem daarmee dichtplakken. Dus van nu doe ik het nog even niet. Zo ziet het er dan uit. En dan kan die er zo in. En zo kun je hem dan versturen. Zo. Nou, dit is hem geworden. De blauwe versie. Ik vind hem echt onwijs leuk. Ondanks dat hij best wel simpel is. Kun je altijd wel een leuk knuffelkaartje gebruiken, denk ik. Dit was mijn vorige. Ik heb er nog meer gemaakt, hoor. In allemaal verschillende kleurtjes. Ik kan ze wel even laten zien. Ik had natuurlijk al een ding. Dit is nog een keer een blauwe. Ze zitten allemaal in een zakje. Hier nog een oranje. Lekker zomers. Een groene. Ik heb eigenlijk gewoon alle kleuren uit mijn verfdoos gebruikt. Lekker met verf gespeeld. Een paars roze-achtige. Ook super leuk. Een rode. En nog een paarse hier. Ik had hier ook een paarse. Of donkerblauw paars. Dat is deze. Een lichte roze. Dan een gele. En nog een groene. Nou, vandaag is daar nog een blauwe bij gekomen. En nou, ik vind ze echt... ik ben er blij mee.
En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat maar even weten in de reacties wat jullie ervan vinden. En als je er vragen over hebt, dan mag je me natuurlijk altijd een berichtje sturen. Bedankt voor het kijken weer en tot het volgende filmpje. Doei doei!